Een hele goede morgen jongens, welkom weer in deze nieuwe vlog. Wij zijn de Bellinga's familievloggers en het is vandaag dinsdagochtend. Vroeg zoals je ziet, want het is nog donker buiten. En we zitten heerlijk lekker aan het ontbijt, want de kinderen gaan vandaag weer lekker naar school. Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Nou, boterhammen zijn weer gemaakt. Mijn schooltasjes weer gesmeerd. Oh, Lusjes is weer met zijn auto aan het spelen. Goedemorgen Lusjes. En ben jij weer met je auto? En Loesel en Pep liggen hier lekker op het kleedje. Nou, dus vandaag weer een nieuwe dag. Ja, dus kijk, vandaag weer gezellig. Met ons mee. Wij kijken nog even een vlogje terug van de camperzomervakantie, Lusjes. Ja, en dan kan ik mooi even, terwijl jullie dat kijken, het afwasje weer afdrogen. En wat ben je dan nu? Oh, een verlanglijstje maken voor Sinterklaas met surprise maken. Goeie jongen. Dat begint ook weer. Cool. Nou, ik zeg veel plezier op school, hè? Joep. Tot vanmiddag. De keuken is opgeruimd. De kleintjes zijn hier. Luusje blijft lekker thuis. En kijk, heerlijk mama te leren. We waren mooi op tijd vanochtend, hè? Ja. Blijf jij lekker met mama spelen, jongen? Geef jij broer een dikke box? Ja, oh, hij is er. Nee, is die weer aan het filmen? Geef me een box zien. Ze hebben dat straks, broer. Hey, Lu, ga je mee, jongen? Ik rij jullie naar school. Ja, nee, ik ga op de fiets. Ja, we gaan met de bakfiets. Ik ga ook fietsen. Op de sportieve tour. Lukt het niet, Stella? Gaan jullie mee? Ja. Schoenen aan, papa gaat op de bakfiets met jullie. En Luan op zijn supersonische motorbike. Ah, Luxie. Wat ben je aan het doen, schat? Ben jij weer mooi de haar aan het mooi maken? Wauw. Nou, laatste vlechtje en dan doen we de schoenen aan voor school, hè? Ja. Veel plezier op school, zetje. Dank je. Tot straks. Ga je al missen? Ik jou. Oh, maar mag ik een kusje? Ah, oh, dus helaas Lusjes weer de filmrol aan het volgen. Ja. Jong geleerd is oud gedaan. Ondertussen is Lusjes lekker in slaap gevallen. Zijn we een hele tijd verder, jongens. Ben ik hier bezig geweest met de planning en ook op de laptop voor hele leuke dingen. We kunnen nog niks vertellen. Het enige wat ik wel kan vertellen is dat het nieuwe jaar weer vol verrassingen gaat zitten. En verrassingen die je niet zal verwachten. Meer kunnen we denk ik nog niet vertellen, want daar is er veel te bril voor. Dat is gewoon een simpele reden. Daarom zei Daniel van, nou schat, het is tijd om even lekker een ontbijtje of een ontbijtje in de lunch te maken. Dus hij is even heerlijke gebakken eitjes aan het maken. En dan hebben we er samen weer een heel effectieve ochtend op zitten. En dan gaan we straks weer lekker de kinderen ophalen van school. En weer lekker rondom de kids, laptops weg rondom de kids zijn. En wat ook nog heel leuk is, is Luxie. Heb ik gisteren ook al een beetje verteld in de vlog. Die heeft haar allereerste spreekbeurt. Maar ze vindt het wel heel leuk. Dus ik kwam thuis en zei ze, mam, ik heb mijn allereerste spreekbeurt. Wil je me mee helpen? En dan denk je, tweejarig, of groep 2, heb je dan al een spreekbeurt? Luan en Lucilla stonden er ook een beetje van te kijken. Want volgens mij hebben Luan en Lucilla niet op deze school gezeten toen ze in groep 2 zaten. Dus we kwamen hier wonen 2,5 jaar geleden. Dus toen was Lucilla wat verder dan groep 2. Maar in ieder geval, dit is dus wat ik meekreeg van de juffrouw, deze brief. En er staat op, wat leuk, je bent aan de beurt voor de Dit ben ik spreekbeurt. Een spreekbeurt betekent dat je over een onderwerp vertelt aan de klas. Met Dit ben ik spreekbeurt vertel je vooral over jezelf. Zo leert de klas je een beetje beter kennen en mag je bij het vertellen ook spulletjes laten zien. Die mag je meenemen en op school in de Dit ben ik doos doen. Je spreekwoord hoeft niet langer te zijn dan 5 minuutjes. Nou, superleuk. Wat mag je meenemen? Maximaal 5 foto's. En hieronder staan een paar tips voor het meenemen van spullen om te laten zien. Per categorie mag je 1 item meenemen. Let op, alles moet wel in de doos passen die we op school hiervoor hebben versierd. Nou, staan hier allemaal vakjes. En daar mag ze dus een itempje uitzoeken. Dus een beetje ter inspiratie van wat je kan meenemen. Een lievelingsboek, iets van je hobby, een spelletje. Een huisdier, een item van je huisdier. Nee, je huisdier niet, maar iets van je huisdier. Speelgoed, vakantiesouveniertje, foto's die je hebt laten afdrukken. Fototips, een foto van jullie gezin, een foto van je huis, een foto van je huisdier. Een foto van je vakantie, een foto van je kamer, een foto van je sport. Gebruik maximaal 5 foto's. Dus echt wel best wel een opdrachtje voor een kind van 5. Maar ik vind het wel heel erg leuk. Dus ik vind het leuk om haar daarmee te helpen. En ze zei eigenlijk al van de week iedere keer, mam, ik zoek mijn lievelingsboek. Ze was er gisteravond ook weer aan het zoeken. En wat ben jij aan het doen, Luxie?
ja, ik zoek mijn lievelingsboek. En toen kwam ze er eigenlijk op de gedachte dat ze eigenlijk helemaal geen lievelingsboek heeft. Ze zei, ja maar mam, ik weet eigenlijk niet wat ik zoek, want ik heb niet echt een lievelingsboek. Dat was zo schattig. Dus zij is er eigenlijk al een paar dagen mee bezig. Ze is er wel heel enthousiast over. Maar daar ga ik haar vanmiddag mee helpen. Met haar eerste spreekbeurt. Leuk. Op je 5e jaar. Je eerste spreekbeurt over jezelf. Super schattig. Maar goed. Dat is vanmiddag. Eerst gaan we even lekker het lunchje opeten van wat Daniel heeft gemaakt. Voordat we straks de kids weer gaan ophalen van school. Ja, gaan smikkelen. Is makkelijk. Kijk eens wie je op de grasmaaier langs zoekt. Hi. Dat zei ze. Ondertussen Lucius lekker met Daniel op de grasmaaier zit, heb ik net Luxie opgehaald. Want Lucilla die is bij een vriendinnetje spelen. En Leon is ook bij een vriendje spelen. Leon die komt straks zelf naar huis. En Lucilla die halen we straks weer op. En ik wou zeggen, Luxie is weer thuis, maar ik zie Luxie niet. Huh? Daar is Luxie! Hey, daar is ze weer. Ja. Ze had iets heel leuks gehad vandaag op school, want ze had een theater op school. Hè? Dus gingen ze naar een theater toe. Ook alweer een leuk dagje op school. Ja. Maar ja, nu gaan we samen wat anders doen. Want, wat heeft Luxie binnenkort? Weet je nog hoe ze dat noemen? Nee. Een spreekbeurt. Spreekbeurt, dat heb ik voor de eerste keer. De allereerste keer, spreekbeurt. Ik mag, dan moet ik laten zien aan mijn klas. Mm-hmm. En ik moet ook wat het is, een Barbie zeggen of mijn lievelingsboek. Vandaag voorbereiden. Dat gaan we vandaag voorbereiden. Maar voordat we dat gaan doen, gaan we eerst lekker snoepjes eten. Eerst lekker snoepjes eten. En ze had het al in het bakje gedaan. Kijk, ik had hier een zak neergelegd. Pepernootjes. Chocola. En dit vinden we ook wel lekker. Dat zijn chocolademuntjes. Chocolaatjes. Chocolamunten. Mmm. Mmm. Lekker. Zo'n spreekte meisje. Hoepa. Dat staat 2 euro. Ik heb zo'n 2 euro. 2 euro met. Een snack. Oh. Dit is chocola. Oh. Chocola kan je niet weggeven. Oh, dat dacht ik. Die theater ging over... Staat die aan? Ja, nu nog wel, ja. Ik kan hem uitzetten, maar. Ja? De theater ging... Wat... Ja, met grapjes. Met grapjes? De theatershow. Moest je lachen in de show? Gingen er dingen mis op het podium? Dat je daar moest lachen? Nee, geen podium. Oh, er was geen podium. Oh, waarom? Er was geen podium. Oh. Wij zaten hier op een bankje. Hmm. Kijken, hun zat allemaal een doek van de lucht. En allemaal, een doek van de lucht? Allemaal banken. Daar zo bij de... Op de grond. Mm-hmm. Daar gingen we niet op zitten. Daar hebben we doeken gegaan. Huizen verbouwd. Oh. Geen echte huizen. Oh. Van speelgoedblokken. Oh. Decor. Ja. Mm-hmm. Van blokken. Mm-hmm. En een paar blokken deed hij zo in de... Ja. Bij de bank zo... en dan was het echt klaar. Oh. Dat was helemaal niet. Oh. Kon die een beetje toveren? Dat niet? Nee. Dat was gewoon een truc. Ik weet wat ze kan van. Wat dan? Nou, naar beneden gaat. Mm-hmm. Nou, ik zag, er was een man en een vrouw. Maar de man was weg. Die zat daaronder. Oh. En dan gaat hij zo omlaag. Gaat de man die pakken. Ja. Gaat hij zo zagen. Ja. En dan gaat hij omhoog. Oh. Heb je? Heb je een trucje door? Ja. Ja. Maar in ieder geval. Wij gaan aan jouw spreekbeurt voorbereiden. En dan mag je in de klas dat gaan vertellen. Over jezelf. Vind je dat leuk om te doen? Ja. Heb je daar zin in om dat te doen? Denk je dat het gaat lukken dat je in de klas wat kan gaan vertellen over jezelf als iedereen naar jou luistert? Ja. Ja? Heeft er wel eens iemand vaker een spreekbeurt gegeven in de klas over zichzelf? Ja? En hoe gaat dat dan? Degene moest speelgoed pakken en aan de klas gegeven. En dan moet hij zeggen wat het is. Mm-hmm. Het was een auto. Ja.
Geen auto. Speelgoedauto. Oh. Het was wel een speelgoedauto. Ja. Maar dit lijkt op een auto, maar het was geen auto. Oh. Het was een boot en een auto. Oh. Het was een auto en een boot tegen elkaar. Ah. Vast. Dus aan de ene kant was een boot en aan de andere kant was een auto. Ja. Aha. En dat zit je voor altijd vast. En dat was een lievelingsspeeltje. Maar je mag vijf. Vijf. Maar had hij nog meer? Mario. Mario. Op de televisie. Oh echt? Had hij een game meegenomen? Ja? Mario vond hij leuk, oké. Maar had allemaal speeltjes meegenomen? Of had hij ook nog, want je mag ook foto's meenemen, las ik in een brief. Had hij ook foto's meegenomen? Mm-hmm. Ik denk dat dit een jongetje is, hè, waar je nou over praat. Ja. Ja. Foto's. Hoe je slaapkamer eruit ziet. Kun je misschien ook wel doen, een foto van je slaapkamer maken. Foto's. Dan moet je naar dat juf sturen. Dan laat de juffrouw dat op een digibord zien. Ja. En moest hij voor de klas staan of was het zitten in de kring? Iemand mag nu staan bij de juf. En de andere kinderen moet je zitten en kijken. Die zitten dus in de kring. Dus het is echt een spreekbeurt, jongens. Ik sta er echt van te kijken, want dit is voor de eerste keer dat ik meemaak dat een kind van 5 al een eigen spreekbeurt mag geven. Weliswaar niet zo hoog niveau als in de hogere klasse, maar toch echt wat te vertellen over jezelf en over speeltjes en over foto's en zo. Dat, ja, dat gaan we ook nog eens doen dan. En wat wil jij meenemen? Wat voor dingen wil je meenemen? Want ik had die brief gezien. Wacht, ik pak even je brief. Ik wil mij op vakantie. Het weekend was gewoon op vakantie. Ja. En daar had ik een Barbie zimmer gekregen. Ja. Dat wil ik ook heel graag naar de stoel nemen. Ja, je zit met mijn Barbie. Oké. Okay. Ik wilde ook heel graag mijn lievelingsboek. Mijn lievelingsboek? Ook. Ja. Alleen die moet je nog wel even zoeken, want je wist nog niet welk boek je lievelingsboek was, toch? Ik heb geen lievelingsboek eigenlijk. ik heb geen lievelingsboek. Maar dat komt wel goed hoor. Dat komt wel goed. Dat komt goed. Dan bedenkt ze zo meteen even wat haar lievelingsboek is, hè? Ja. Ja. Oké, okay, maar we hebben hier een brief. Kijk, dat ik er straks ook wel aan laat zien. Kijk, je mag je lievelingsboek doen. Je lievelingsspeelgoed. Dit is iets van een hobby. Dus stel nou dat je bijvoorbeeld op ballet nog zat. Dan zit je nu even niet, want ze zit nu op zwemmen. Maar dan mocht je bijvoorbeeld je balletpakje meenemen. Dat kan je ook meenemen. Of je zwemkurkje meenemen. Of er zit iemand op voetbal en dan mag je bal meenemen. Zie, daar is dat plaatje. Dus iets van een hobby, een game of een spelletje. Ja, dus je mag je lievelingsboek doen. En dan je game. Of iets van je huisdier. Staat hier. Een item van je huisdier. Je mag een foto nemen van je huisdier. Samen met jou, met ik en mijn honden. Ja, dus dat kunnen we ook doen. Een foto maken met jou en Moesel en Pip. Timor, Poes was dat heel schattig. Ja. En heel pluizig. Ja, wat pluizig. Die zat echt in zijn armen. Ja. Die had een foto van de poes met hem. En ik wist al hoe gaat het. De kat is zo. Zo. Toch? En hoe kan ze op de rug krabben? Nee. Zo maar. Weet ik niet. Met zijn tong helemaal. Oh, met zijn tong. Zo lenig is de poes. Zijn tong kan zijn bootjes wassen, zijn hoofd wassen en zijn lucht en zijn buik. Wat leuk. Hé, hey, en als jij wat mag vertellen over Woezel en Pip dan? Wat vertel je dan in de klas? Wat zou je kunnen vertellen? Nou, dan mag je vertellen of je honden ze heten. Hoe ze heten? Ja. Ja, maar dat weten me alle kinderen al. Dus hoef ik dat niet meer te zeggen. En, dat weten alle kinderen al, dat hoeven ze niet meer te zeggen. Ja. Ik mag gewoon. Kan nog meer vertellen? Huh? Wat kan je nog meer vertellen van Woezel en Pip?
dat mijn lievelingshonden zijn. Of ja. Konijnen. Ja, ook konijnen. Ja. Dat welke mijn lievelingsdier is, honden, vissen of konijnen. Maar ik vind konijnen en honden leuk. Ja, maar ik kan ook van de konijntjes een foto maken met Kokkie. Dus ik kan de Woesel en Pip kan hier zo met een foto maken. Mm-hmm. En de konijnen moet ik... Moeten we straks even de konijntjes doen. Ja, dat kan. En wat hebben we nog meer? Niet helemaal leuk met Kokkie wel. Kokkie is het tans van allemaal. Ja. Kokkie kan je wel pakken. Ja. En dat is ook echt jouw konijn. Ja, ja. We hebben ook nog lievelingsspeelgoed. Nou, dan wou je je Barbie meenemen, zei je net. Een Barbie. Ja. Ik wil mijn Barbie. Ja. Ja, ik weet al niet. Ik weet al niet. Ik meer wil. Die Zimmerman, toch? Ja, meer hoeft ook niet. Gewoon je Barbie. Want hier staat ook nog een vakantiesouveniertje. Heb je een vakantiesouveniertje? Wat is een souveniertje? Iets wat je meeneemt, wat je doet herinneren aan een bepaalde vakantie. Maar je kunt ook gewoon foto's meenemen. Dus we hebben in ieder geval foto's, een boek. Je kunt je balletpakje meenemen als je het leuk vindt. Nee. Waar je ook veel mee speelt is make-up of met prinsessenjurken. Make-upjes of prinsessenjurken. Misschien ook wel leuk om dat mee te nemen, want dan kan je iets vertellen over al die vele jurken die je hebt. Je mag er maar één meenemen, maar je hebt wel heel veel. Vind je dat ook leuk? Is dat een idee? Maar wat doe je dat? Wat betekent dat? Iets van vakantie. Vakantiesouveniertje. Dus een aandenken aan vakantie. Je schelpjes! Die kan je meenemen. Dat is een souveniertje van onze Europa-reis. In een zakje. Heb je die nog in een zakje ergens liggen? Nee, ik had een keertje dat in een bakje. Nee. Is dat vast nog wel in de speelgoedkast, denk ik. Nee, geen bakje en een beker. Ja, moeten we even zoeken. Maar die kunnen we misschien zoeken. Volgens mij heb jij genoeg gesnoept. Dat is wat wij zitten te kletsen. En dan gaan we dat allemaal hier neerleggen en dan gaan we even oefenen wat je er dan over kan vertellen. Is dat een goed idee? Mm-hmm. Ja? Want het is al overmorgen en als je een beetje oefent, dan weet je wat je moet doen. Dan is het al. Ja? Nou, Snoep komt. Laat een chocolaatje erin. En dan gaan we jouw spreekbeurt oefenen. Goed? Ja? Papa helpen. Gewoon naar papa doen. Kom maar weer naar binnen. Ja, kom maar naar binnen, schat. Ja. Goed zo. Ja, tractor hè. Was dat de tractor? Ja. Heb je papa geholpen? Wow. Kom, we gaan je jas uit doen en je laarsje. Ja, lekker binnen spelen. Ja? Ga! Hoezel. Kom maar, gaan we even de laarsjes wegzetten. Zo. Kom maar, doen we even de jas uit, Lusjes. Ja, er ligt allemaal speelgoed op de grond. Hè. Lusjes heeft met de ijsjes gespeeld. Lusjes, we moeten het wel opruimen. Ja, we moeten wel opruimen. En loopt Lusjes over jouw ijsjes heen. Au. Kijk hier, met de ijsjes op de grond. We gaan beginnen met een foto te maken. Van Woesel en Pip met Luxie. Ga maar zitten. Ik ga me omdraaien. Zo. Kom maar. Zo. Ja, hier zo. Hoepatee. Luister, hè? Luister. Ik moet je sturen naar je. Die gaat me weer versturen. Sappetje. Rikkie. Oké. Die is ook wel leuk. Ja. Oh, kijk, dat is heel leuk. Kijk, dat toch niet weer. Kijk. Ja, echt een tongetje. Ja. Een vogeltje. Ja, die wil ik. En nu gaan we een foto maken van je slaapkamer. Ja. Dus gaan we naar je slaapkamer toe. Ik ga mee. Ja, en dan gaan we zo meteen, want we hebben nu nog de schoenen nog niet aan. We eerst even alles binnen. En een foto van je kamer en we gaan een boek zoeken. Je lievelingsboek ga je even bedenken. Wat je lievelingsboek is. Nou, hier zijn we op jouw kamer. Maar moet je lusjes...
Moet je Lucius daar niet staan, hè? Nee, dit doe ik even bij mama. Zo. Papa! Even kijken. Ga jij hier staan? Pak hem maar. Pak. En pak. Ja. Pak hem. Nou, ga staan. Maak ik een foto van jouw kamer. En Lucius, jij moet even... Zo. Papa. Kom, doe dit kant op. Ik Ga staan. Kijk eens, ik zie papa buiten. Kijk eens. Papa daar. Kijk eens. Oh. Hij trapte niet. Oké, dan moet je even naar beneden gaan. Dan zie ik je niet. Ga maar even naar beneden. Oké. Ga maar in het midden staan. Ik zie. Daar komt hij. 1, 2, 3. Foto. Deze. Kijk, met die theaterding. Dit. Met al die poppetjes. Zie je al die poppetjes in? Ik vind deze ook wel leuk. Ja, of die van K3. Kijk, dit kan ik hier zo deze zo open doen. Ja, dicht. Kan ik die hier zo open doen. Ja. En er zijn... En magneetjes. Kan je die zo erop leggen? Dat kan ook. Dus over make-up gesproken. Nee! Lucius! Lucius, niet in de make-upje zitten, hè? Heb je dat opgedaan? Nee, het gaat allemaal nog goed. Nee. Kom, Lucius. Kom. Dan gaan we weer verder. Ja, dit is een luxe tasje. Make-upjes. Vind je het leuk om dat mee te nemen? Dan kan je ook wat over vertellen. Ja. Die heb je gekregen voor je verjaardag. Ja, dat is zo. Dat is zo. Ja? Ja? Lijkt je dat leuk om mee te nemen? Ja. Denk maar even een beetje mee. Nou. Gaan we hier weg. Hoppatee. Oh ja, meteen.
Ja, ik zie hem nog even pakken. En mama, de vier zijn. Mag ik nog één speeltje erbij? Oké. De vier zijn? Ja. Maar, kijk, ik heb maar 1, 2, 3. Dus, maar. Dan zijn er maar 4. Nee, je had daar een andere poppetje in gedaan. Oh ja, ja. Ja. Nou, kom, we gaan even. Oh, kijk, ze heeft er ook een voor jou. Ja, jou, zegt hij. Ja, ja. Nee. Nee? Boven? Nou, kom, ga naar boven. We gaan naar boven. Ze wil boven iets uitzoeken. Nee. Zo. Barbie. Ga je nou Engels praten? Dan gaan we naar Barbieland. Dat is hier. Nou. Oh ja. En een keertje was ik bij. Televisie kijken. Ja. Was Luukje in de speaker. Een keertje weer naar boven. Zo de gaten. Ja. Heel jammer gemaakt. Had Luukje hier rommel gemaakt. Oh, dus jij wou zeggen dat jij dit niet hebt gedaan? Dit heb ik niet gedaan. Heeft Luukje dat gedaan? Welke Barbie wil jij meenemen naar school? De zeemermin. Oké. Okay. Ondertussen hebben we wat dingetjes gevonden. Ik moet alleen nog even een fotootje maken bij konijntjes zo meteen, maar dat kan straks wel. Nou, ik wil heel graag bij Cookie. Cookie is mijn baasje. Ja? Cookie is mijn konijn. Ja, dat klopt. Ik word het vanaf een jaar van konijn. Ja. Maar ik hoop dat bij konijn kan je natuurlijk niet inpakken. Nee, ik kan niet inpakken. Maar, kom maar Lusjes, leg maar hier neer. Nee. Geef maar aan mama, schatje. Geef maar aan mama. Ja, dank. Luister eens. Er zitten allemaal make-upjes in. En heeft Luxie heel zuinig op. Nee. Ja, dan geef ik het weten. Ga maar met je auto spelen. Okay. Ja, mijn woeshampips en knuffelen heel leuk. En mijn konijnen. Weg. Die zijn heel erg gek op als je eten kon brengen. Ik ga altijd eten brengen bij mijn konijnen. En dan zit ik altijd en heb ik een wortel in mijn hand. Komt iemand bij me snuffelen en gaat ze eten. Ja, dat kan je bij je konijnen vertellen. En wat vertel je bij de foto van jouw slaapkamer? Bij mijn slaapkamer, dan zag ik... dit is mijn slaapkamer. Daar heb ik make-up... mijn eigen bed. Ik heb een stapelbed. En daar speel ik heel vaak. Mm-hmm. Heel goed. Oké. Okay. Dan gaan we nu naar de spullen. Hey, waar is mijn Barbie? Oh, daar. Wat heb je dan allemaal meegenomen? Dus dit vertelt ze wel de foto's. Ik vind het dat ze dat heel goed kan verwoorden al, jongens. Zeg maar. Nu is die. Ja. Nee. Lusjes. Die is een beetje ondeugend. Dat is een boefje. Ja, mama, ja. Ik mijn slaapjes op de corset. Oh. Oh, mijn klink. Ja, dat is niet zo erg. Ik heb ook al op. Ik heb ook echt dus. Ja, hier, in mijn drinken. Ja. En wat vertel je bij de volgende spulletjes? Dan heb je dit draakje met dit poppetje. Wat vertel je hier dan bij? Ik ga altijd hier zo mee spelen. Ja, we zijn superhelden. Ik speel ook de hun superhelden zijn. Mm-hmm. En een boef, de ander met een lichtstraal op de, ja, wat stuk maakt. Mm-hmm. Dan speel ik altijd met mijn poppetjes hun dat ze maakt. En ja, zelfs dus poppetje. Ja, echt superhelden. Oh, Lusjes, niet doen, dat is Spa. Spuugt hij het weer terug. Niet doen, Lusjes, dat is paard. En het volgende is mijn make-up. Wat ga je daarbij vertellen? Mijn make-up. Dat ik een prinses wil zijn, ben, heb ik altijd een prinsessenjurk. Mm-hmm. En moet ik graag, ben ik ook altijd mijn make-uppen. Maar mama, mm-hmm. Een keertje. Ik kon niet zo goed make-uppen, maar een keertje. Dat zag het heel mooi, hè? Mm-hmm. Dan had ik lippenstift, echt zo'n lontjes bij mijn ogen. Nee, maar ik vind dat je wel goed kan make-up, hoor. Maar ik nog hier was, kan ik het niet zo goed. Nee,
Nee, maar toen moest je nog oefenen. Ja, oefenen, ja. Ja, en je hebt ook heel veel van Lucilla geleerd. Ik ga niet even in het boek zitten, Hé, je hebt ook heel veel van Lucilla geleerd. Ja, ik heb ook nog mijn lievelingsboek. Het lievelingsboek, die is van? Kladili. En ik kan, mama kon hier zo lezen. Ik kon ook een klein beetje met mijn lievelingsboek spelen. Ja. Kijk, hier zit poppetjes bij. Van Kladili. Kan ik hier zo mee spelen. Zijn magneetjes. En hier staat alle plaatjes van mijn... Ja, van mijn kan je boek. Ze zelf inzetten. Kan ik wel allemaal plakken in mijn boek. Liefjes op de achtergrond. Kan ik een verstoppertje met Kadili spelen. Ja, kan je een verstoppertje met Kadili spelen. Ja, nu mijn boekje. Met die boekjes, ja, dat klopt. En ja. Dat is mijn knuffel. En dan die. Oh, dit is mijn lievelingsknuffel. Ja. Het is wel die wel heel klein is. Maar deze heb ik voor de eerste keer zwem dus gekregen. Van mama. Van papa. En ja, dit is... Dan weet je ook waarom je die had gekregen? Nee. Dat die ja, bij jou zou zijn, omdat je het een beetje spannend vond, hè? Ja. En ik heb niet elke keer gehuilen. No. Ja. En heeft het geholpen? Nou, ik... Om mijn tweede keer bij mijn zwemles hou ik er nog nu, maar ik hou niet meer. Nu niet meer, hè? Nee, alleen even in het begin, hè? Moest je een beetje wennen. Ja. En daar hielp ze jou bij. En niet, Lusjes. Huh? Oh, kijk uit, Lusjes. Dat zei ik, doe maar. Mijn lievelingsboek is ook heel leuk voor jou. Ja. Voor mij, maar doe maar niet. Ik doe maar doen. Nee, die zit er. We moeten even iets anders. Lusjes, waar is jouw vliegtuig? Ja, ja. Waar is jouw vliegtuig? Met auto's. Met auto's erin. Ik zag die. Nou, ga pakken. Ga met Luxie mee. Gaan we jouw speeltjes eens even pakken. Oeh, is jouw vliegtuig hier? Ja, dat vindt hij mooi. Goed zo, Luxie. Goed zo. Ja. Goeie pak. Kom maar. Wat wil je hebben? Een bal. Bal? De bal. Kijk eens, papa. Mama, ik zei net tegen jouw papa. Papa, zie ik eruit als papa? Nee, maar ik moet je door de war. Ja, je door de war. Ik bedoel, mama. Hey, maar Luxie. Hè? Huh? Wat zeg je? Auto. Auto, ja. Ga maar met je vliegtuig spelen. Allerlaatste, ja, het allerlaatste. Dat is? Nou, dat is mijn Barbie. De Barbie. En mijn Barbie speelt... Mijn lievelingsspeelgoed is Barbie, natuurlijk. Ja. Ik heb ook poppen, maar daar speel ik nooit. Nou, bijna nooit. Niet. Dat is met Lusjes. Wel, dat is Lusjes, maar niet soms. Meer met Barbies, hè? Ja, meer met Barbies. Ik ben wel 100 dagen wel met Barbies gespeeld. Ja, jij speelt maar... zeker 100 dagen met Barbies, ja. Dat denk ik ook wel. Oh, Lusjes. Wat doe je allemaal, vind je? Maar vertel het over de Barbie. Wat vertel je in de klas? Over mijn Barbie? Ja. Ik speel dan mensen naar buiten komen. En zeemeerin op de grond ligt. En ja, en ik kwam in een mes van een zeemeerin. In een tofijn. Ik ging op vakantie. En dan heb ik deze Barbie gekocht. Ja, dan moest je dat ook al, jongen. Heb ik deze Barbie gekocht. Ja. Toen had ze de Barbie gekocht, ja. Okay. Wil je weer naar de wc? Nou, ga maar. Ik niet vergeten. Nou. Meta. Ze heeft een oude tas van Lucilla gepakt. Mij. En Lusjes die zegt dat hij van hem is. Dit is mijn tas. Oh, lekker puppeke. Hij is zo'n lekker ventje, jongens. Echt waar. Maar in ieder geval, ik moet zeggen dat Luxie best wel goed kan vertellen over haar spulletjes. En over haar interesse. Honden en mijn konijnen. Ja, en over je honden en konijnen. Kun je ook goed vertellen. Heb je er zin in om je spreekbeurt te gaan houden? Ja. Ja? Vind je het leuk om te vertellen in de klas? Ja. Ja? Ben je niet spannend? Nee, maar we moeten nog ook een klein beetje wennen. En mijn eerste spreken. Ja, ja, dat snap ik. Maar je bent wel goed voorbereid. Je weet wat je kan vertellen. Dat scheelt al heel veel. Ik kan heel goed vertellen. Maar ik moet alleen die tas morgen
daar zo pakken en kan ik naar zoen. Ja, dat is goed. Zo, we hebben dus de spreekbeurt voor Luxie alweer lekker voorbereid. En ze zijn dan gewoon even lekker een beetje aan het chillen voor de tv op de speelkamer. Nou, terwijl Luan en Lucilla ook weer thuis zijn, is het weer tijd dat ik lekker ga. Ik heb hier even wat lekkere rundegaard. Met wat roerbakgroentes. Ik ga er een eitje bij bakken. En lekkere macaroni koken. Nou, wij gaan lekker een hapje eten. Vonden jullie het vandaag wel leuk om met ons mee te kijken? Doe dat hier onder dan de... Dankjewel! Vergeet niet te abonneren en op het belletje klikken. En we zeggen tot morgen in een nieuwe vlog. Doeg!